notamment l'excellent Vallée. Direct Energy vient avec une sacrée équipe, avec Terpstra, mais aussi Van Gestel, Gaudin, Petit. Stuyven, c'est peut-être l'homme à battre. Il aura fait les trois courses, lui. Le champion de Belgique, Merlier, avec une équipe alpecine très, très motivée et ambitieuse. Autre équipe du World Tour. L'équipe Israël, bien sûr, l'équipe à battre, le Wolfpack. Les équipes que l'on va découvrir, l'équipe continentale Groupama, l'équipe Vitus et bien d'autres. Le départ qui est donné, départ donné comme il se doit à Carnion. Là en tête, un coureur allemand, 23e du Tour des Flandres Espoir l'année dernière. La plupart des coureurs de l'équipe Léopard, par exemple, sortent de l'étoile de Zwolle qui s'est disputée dimanche et d'une course à étapes, le Tour d'Antalya, oui, en Turquie. Kongstad, qui se trouve là devant, lui, le coureur danois de l'équipe Rewall, il sort de deux jours autour de Murcie et de la Classica Almeria, donc plus de compète depuis le 16 février. Le Franc. Thomas, je vais te Awesome. Rue Paul Pasture, 300 mètres après la place communale. Nous sommes avec les six coureurs de tête qui sont
mais tous les six de petites équipes qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir, en tout cas qui n'étaient absolument pas présentes sur le week-end d'ouverture. Et on va vous décrire. Pour la formation Rewall, le Danois Tobias Kongstad. Ici, le 221 pour Tartelletto, c'est le Belge l'échappé. C'est Gianni Marchand. Et le seul que vous n'avez pas pu... voir, c'est le numéro 184 qui fait partie de l'équipe Léopard. Il se trouve là, juste, il vient juste de passer. Et il s'agit de Patrick. Quand il est, tu dis, ah bah ouais. C'est le Kruisberg, c'est là où il y a le chapelle, là. Ouais, c'est dans là. La sortie de René. Ouais, c'est là. Ah, c'est là. D'accord. Patrick Haller, c'est un coureur allemand. Ces six coureurs ont compté jusqu'à 5 minutes 55 secondes d'avance. Ce fut la première. Et la... Gérard Bullens, véritablement un très très beau plateau. Sénéchal, Terpstra, Stuyven, est-ce que ce sont les trois hommes qu'on cite le plus souvent à tort ou à raison? Je pense qu'on les cite tout à fait à raison, vu les deux premières épreuves du triptyque, où on a vu Stuyven gagner samedi et encore très très bien dimanche. Je pense que cette équipe-là doit être dans un esprit victoire et qu'on va essayer d'aller dans cette direction-là. Vous avez cité Sénéchal dans une équipe qui est l'équipe du week-end malgré tout, puisque... Et Thierry Delrue le découvre là, avec un coureur qui est tombé, qui se tient, vous voyez, complètement le bras gauche.
et regardez. Ça, c'est un signe de fracture de la clavicule. Fracture de la clavicule. Est-ce que c'est Steiml? C'est Steiml ou Van Lerberg? Ou le grand Van Lerberg. Je pense que c'est le grand Van Lerberg. Oui, 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 oui. C'est un coup très, très dur. Il y a un deuxième coureur qui se trouve là également. Un coureur, est-ce que c'est de l'équipe Léopard? Difficile à voir comme cela. Qui est quand même assez solide. On recense le jeune belge Stan Van Tricht, 20 ans. David Dekker qui a gagné justement dimanche l'étoile de Zwolle et qui est champion des Pays-Bas Espoir. Zeilert a gagné jadis ce Tour des Flandres Junior. Et Marco Frigo est champion d'Italie Espoir. Donc il y a quand même beaucoup de qualité aussi dans cette petite équipe avec des jeunes. Et regardez que ça bouge, ça revient sous la conduite notamment du numéro 2 qui n'est autre que Ballerini, aucun lien de parenté avec Franco. Voici Steuven. Oui, on est donc dans le premier groupe, effectivement. Très à l'aise, très détendu, les gars qui sont devant. Van Sy piégé. Ouais. Jans van Rensburg aussi. Il me semble que la façon dont ça roule, clairement, l'équipe Wallonie-Bruxelles de Boris Vallée est surprise, là. Oui, il n'est pas représenté à l'avant. NTT roule aussi. Ouais, il roule alors que, en principe, son leader est devant. Oui. Presque sûr d'avoir vu Boissonhagen. Oui, un peloton qui a tendance à exploser. Qui casse avec ce secteur pavé qui est situé à moins de 3 km de l'arrivée. Oui. Et qui fait des dégâts déjà considérables. Je vous rappelle. Voor een goed begrip, we krijgen achtervolgens, of achtereenvolgens liever, de kassein van Le Vert Pignon. Een nieuwe strook, 1400 meter. Côte de la Roquette, 2 sterren. Chemin de...
Et vous êtes dégueulasse, vous avez fait marcher 4 km à pied avec des prothèses. Je vais en train de mort. Rechte zetten. In die ploeg Vermeers uiteraard de vooruitgeschoven man. Tim Merlier, dit lijkt mij echt wel iets voor de Belgische kampioen. Ja, die we daar in de binnenbocht zien zitten, nu die er net toch even een beetje in een vervelende situatie. Walslabel, die moet dat in principe kunnen. Merlier helemaal naar voren gebracht. Voilà, draait in vierde stelling. Oeh, dat was al een slippertje. Hier lagen ze er hoor, vorig jaar. En dat kunnen we begrijpen. Hoge snelheid naar beneden en dan alles, alles dicht. Om niet te schuin op die kassei te komen natuurlijk. Met iedereen. Op de ketels is straks, dan krijg je toch. Ja, hetgeen hij er net miste. Je zag op zijn gezicht, op de vorige beelden, toen de wedstrijd nog niet rechtstreeks in uitzending was, zagen we hem daar op een bepaald moment toch een beetje beteuterd zitten kijken. Zo van, tjuu, er zijn er 30 weg, ik heb de slag gemist. Ja, hallo, het valt er goed uit. We krijgen daar even alle vlagen van Israël over zich heen. Ja, als veldrijder moet dat natuurlijk zijn ding zijn. Hop, 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 de beuken. Vijf man zit. Ja. Voilà, ja, het is meer zelfs dan vijf. Het zijn er ondertussen 50 geworden. Voilà. Daar is te doen. Dat is de place to be. Daar brandt de lamp. De lokale pub. Chez Dolo. Ja, krijgt hier 3 sterren. Door de lengte misschien, maar... Ja, nee, vooral door de slechte weg. Hè. De kassei liggen hier echt slecht. Ja, ik bedoel dat hij er misschien meer had kunnen verdienen, ja. Maar dan moest hij wat langer zijn. Ja, maar dan moeten ze naar 5 gaan. Hè. Ja, ze kunnen het ook bij 3 houden. 1, 2, 3. Ja, dat is waar. Die dus ook een alerte koers rijden. Comment vous pouvez jauger en fait votre état de forme pour l'instant, c'est compliqué? C'est compliqué parce que j'ai roulé qu'une seule fois depuis maintenant je sais pas combien de jours, depuis que la course a été annulée. Donc j'ai fait une heure de rouleau hier. Et c'est vrai que ça faisait du bien de retourner un peu les jambes. Après la.
zo meteen daar meer over. Dit was Brian Coquard die op een fiets zat van Jonas van Genechten en dat marcheert niet. Nee, nee, nee. In principe denk ik dat Jonas van Genechten een tikkeltje groter is dan Brian Coquard. Dus een man die we eigenlijk aangestipt hadden, Coquard, een man die kan sprinten, zeker sprinten bergop wanneer het een beetje bergop gaat. Zeker. Dit is Teuns. Ja. Die ook aan een goede campagne bezig is. En dan hier aan het plaatselijke voetbalveld links de parking opdraaien. Ja, want je hebt hier een peloton van twee snelheden. Hè. Een deel continentale ploegen en een deel pro-tourteams. Met de betere renners in. En dat ga je straks naar het einde toe echt duidelijk merken. Ze gaan renners gewoon de slag gewoon niet kunnen vasthouden. De kans dat Coquard nog helemaal voorin verschijnt is klein. We kwamen hier aan de start met Boekmans, Coquard, De Bakker, Bakkaard, Modder. Kijken naar Alexis Brunel, een jonge Fransman. Met Alex Kirsch, de grote man van Trek Segafredo, die er al een paar hele goede uitslagen gereden heeft. De gas open. Stuyven weet wel welk wiel hij kiest. Dat goede van de Teuns. Ja. Teuns, Merlier, Vermeers, daar zitten ze. Daar zit Dupont. Gave aanblik. Dat Terpstra die meeschoof. Terpstra is de laatste man, ja. De sluwe Nicky Terpstra. Die moet je het natuurlijk niet leren hier. Hè? Die weet het wel wanneer het gebeurt. Of misschien gebeurt. Maar van SEC Racing. Is het een beetje kijken. Wie gaat er mee? Alhoewel, ik moet zeggen, ze hebben dat in de voorbije... Ja, ja. Daarnet ook al eens gedaan. Bij het opdraaien van het circuit hebben ze geen volledige ronde gedaan. Maar hebben ze dit toch al eens kunnen verkennen. En dit is de ravage voorlopig. We zijn nog met een renner of 40. Terpstra blazen, puffen, zuchten en duwen. Ja, je krijgt hier een paar keer de kans om terug te komen, maar dat blijft niet duren. Nee, 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 nee. Kijk, dat blijft niet duren. Voor deze jongens wordt het al lastig. Is dat Boas van Hagen daar in het kantje links? Dat is hem zeker. Daarnet nog eilandje, een verkeersremmer. We hebben een heel bijzonder moment gezien, vroeg in de ronde. Daar is het op een bepaald moment, lijkt het op een kermisattractie. Ja, er staan zo drie, vier palen zal ik maar zijn, met verkeersborden op van 2 meter groot, hoog. En daar hebben ze dan twee stroopbalen boven elkaar opgezet. Dat zijn dus, je ziet daar eigenlijk vier, ja, bij die mannen natuurlijk een eind weg. Oei. Hij moet nog wisselen, hè. Hij moet nog wisselen. Hij blijft maar doorgaan totdat hij eventueel ergens iemand tegenkomt. Er kan niemand voorbij komen. Als volgwagen kom je hier gewoon niet voorbij. En als je als renner helemaal in de graskant zit, heeft dat zin? Want dit gaat wel heel traag natuurlijk. Dit gaat heel traag, hè. Ja. Natuurlijk hier... Daar staan ze met wielen. Ja. Weet niet of het van zijn eigen ploeg is of van iemand anders is. Zou best kunnen natuurlijk. Geeft het toch nog niet op. Heeft daar een gelletje of neemt iets mee. Een wiel, alsjeblieft. Ja, laat mij het maar doen. Het zal wel lukken. Allee, Nicky. Voilà. Tortonnet heeft wat van een jeugdwedstrijd. Ja, die zes man die je er net vernoemde, die daar vooraan zaten, die leken eigenlijk op weg om een goede, lange ontsnapping te kunnen opzetten. Maar dan was daar dat eerste waaier vooral van de mannen van de Koning Quickstep. En dan werden die 2 minuten binnen de kortste keren teniet gedaan. Zullen we eens kijken waar Terpstra zit? Hoe ver heeft die ondertussen, of hoeveel schade heeft hij ondertussen opgelopen? Dit is een eerste achtervolgende groep. Daar heeft hij natuurlijk problemen mee. Van Goedem zit daarbij. Dit is een probleem. Hè? Dit is zeker een probleem. Anders... Hierbij komen en dan heb je zo'n beetje een... 1400 meter lang, geen 400 meter, maar 1400 meter lang. De beste kasseistrook die daar ligt. Ja, daar gaat hij natte stenen. En nog meer groepjes die hier aan de streep voorbij komen. Ja, het is toch al ravage geweest. Ja, als je dit ziet dat er daar net een goede 40 waren, zijn er een stuk of 20 bijgekomen. Zijn toch met een heel pak renners gaan een beetje ontmossen.
Chemin de Wierie. Kijk eens aan, zeg. Ja, ja. Die liggen er angstaanjagend slecht bij. Handjes bovenop het stuur en gas geven. Geen probleem voor Senechal. Dat is een man die dit werk als ze geen ander aan kan. Ja, absoluut. De fiets laten werken. Kijk, Kassijn als ontbijt. Daar even toch 10 meter een paadje zoeken dat er net getrokken is. Senechal wil daar allemaal niet van weten. Een van de crossers zijn zeker. Alleszins een behendigaard. Kijken achteraan op de rug van Mikkel Rijm. Ooit nog eens meegeweest in Wallonië. Geen koers tegenkomen of ja. Jean-Luc van den Broeke zit ertussen. Ze mogen ergens misschien nog blij zijn dat ze een Jean-Luc van den Broeke hebben. Om trekt het zich aan? Om de boel echt te enthousiasmeren en om er tegenaan te gaan. Dit is een interessante ontwikkeling met Kirsch, met Stuyven, met Merlier, met Senechal. Met 43 zien wij Geugel, Michael Geugel. U kijkt naar Venturini. Ja, snelle man. De mannen van Wantigroep Gobert. Pascalon. Vliegen onder meer. Dupont. Ja, ja. De nummer 4. Hier gemeld het petekind van Frank van den Broeke. Voilà. Daarmee zijn we volledig mee. We zijn mee. Maar voor dank. En deze mannen zijn voorlopig niet mee. Eraf. Wie zit daar nog bij? Daar moeten toch nog een aantal interessante figuren bij zitten. Ik zou durven vermoeden dat Terpstra misschien wel wat naar achter gedrumd is vanwege die inspanning. We zitten in 3 grote groepen te koersen. Het probleem is natuurlijk als je in die tweede groep zit en er zitten daar vooraan een paar ploegmakers en er zijn de juiste bij, ja, dan ben je een beetje. Ze hebben het begrepen bij Wanti. Het is de moment. Dit is ons moment. Anderhalve ronde te gaan nog. Nu niet meer wachten. Het is de vraag natuurlijk, waar breekt het voor het eerst? Waar gooit men de handdoek in de ring? Uit van de remmen, materiaal ziet af. Binnenrijden van het volgende dorpje. Hier zijn er dus een 2-3-tal op dat parcours. En die worden allemaal gekenmerkt liever door een reuzengroot dorpsplein. Dorpspleinen zoals wij ze nog nauwelijks kennen. Voor toch dit type dorpjes. Ja, inderdaad. Op de rug van Jonas Ricard. Ricard Merlier. Nog een mannetje daarbij. Is dat Vermeers die een alerte koers rijdt? Tweede groep, denk tweede ik toch. Groepje. Ja, ja. Tweede groep. Dus dat is wel een beetje Ricard gretig, maar gevangen. Hè. Mag in principe. Venturini. Ze gunden het hem. Probeert de rest op afstand te zetten. Dat zal niet lukken. Van Asbroek daar ook bij. Teuns daar ook bij. Terpstra daar ook bij. Op 10 seconden. Het zijn voorlopig de geslagen. Ja, dat is.
is... Dat is te ver. Ja, dat is te veel risico's nemen. Of misschien niet goed genoeg zijn. Want ja, we rekenen natuurlijk, we denken in de norm van Terpstra. En dat denk je altijd, ja, die is goed. Natuurlijk. En daarom wordt hij ook geïnterviewd, aangesproken vanwege winnaar van Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix. Dat is allemaal logisch. En winnaar hier ook, hè? Ja, twee keer. Voilà. Maar zoals het er hun eruit ziet, gaat Capiot alleen blijven als drievoudig. En waarvan jij zei, ja, die werd ook opgenomen in de nationale selectie, ja, op dat moment. Die heeft in de nationale selectie gezeten. Ja, en dat betekende toen wel wat. Ja, dat zal wel zijn. Ja. Die ja, was een toptalent. Hè. Op jonge leeftijd werd ook tweede, dacht ik, werd tweede achter Rick van Looy in de Waalse Pijl. De Waalse Pijl die Rick van Looy zijn palmarès compleet maakte. Toen nog geen aankomst, toen nog geen aankomst op de muur van Hooy. Want er zijn er ook bijvoorbeeld ritten. De Wolf heeft ook Waalse Pijl gewonnen. Dat was absoluut geen klimmer. Samenstelling van de groep. Seneschal en Ballerini voor de Koenig Quickstep. Dat klinkt ook plots jaren 90. Seneschal en Ballerini is mee in de groep. Ja, inderdaad. Ja. Fanturini. Ik vind het eigenlijk een beetje... gruwelijk ook. Ja, luguber om die naam uit te spreken op die manier. Maar ja. Stuyven en Kirsch, Trek Segafredo. Merlier, Royans, moeten we zeggen, meneer Alvarado? Ik ga er mij van tussen houden. Zo was er trouwens, in Kuurne. Ah ja? Ze stond aan de bus te wachten. Oh. Op Roy. Dan zal het net zo zijn. Terug, net terug van vakantie. Tot spijt van wie het benijdt. De weelderige Haardos stond aan de bus. Ik ben ze gepasseerd. Gianni Vermeers is ook mee. Dat zijn de drie. De Gent, Dupont, Pasqualon en Vliegen. De best vertegenwoordigde ploeg is de ploeg van Van der Schuren. Maar ze zal misschien straks... Er zit nog koers in. Er zit nog koers in. Ja. De mannen van Israël Cycling gaan er vol tegenaan. Verder ook nog Ressel, de man van Uno X. En David Dekker voor SEC Racing. Doortocht aan de streep. De kilometertelling klopt niet echt, denk ik, want we zijn de kilometer al voorbij. Voilà. Okay. Van Asbroek gaat de ziel uit zijn lijf rijden om nog één keer het gat te dichten. Merlier zat wat ver. Dupont moet ook een inspanning leveren. De sprinters worden hier uitgekleed, langzaam. Ze beginnen het stilletjes aan op een te krijgen. En daar heb je het al. De klerk weet wat hem te doen staat. Koers maken. De rest pijn doen. Seneschal zet zich in het rijtje. Het is in Medegent. Voilà. Die mee in het spoor zit. Ze zijn wel nog mee, maar het is maar half. Stuyven toch doorzakkend. Ja, maar Nigelo mee. Nigelo mee. Stuyven niet langer mee. Dus toch voor Kirsch. Ja, Ricard er natuurlijk ook volledig door. Kirsch gooit de beuker in. Deze fase dus belangrijk, want niet alleen deze... Code Nonet, maar ook nog eens de volgende Code La Roquette liever, de Chemin de Huillery, volgen eigenlijk vlak na elkaar, zou bijna één strook kunnen zijn. Dat is die slechte kassei. Een slechte strook, hè. Ja. Dat is de vraag natuurlijk, als ze dan met vieren vooraan komen, is daar iemand die wil doorrijden, gaat de Klerk doorrijden, mag die doorrijden? Hodge eraf, ja. Die gaat niet sprinten. Daar zal het dus niet van komen, nee, van Alvaro Hodge. Daarover zal geen... Jongens in de problemen gemeld. Dit is dus die vieze, vettige, vuile strook. Daar komt de Klerk. Ja, ja. Daar komt de Klerk. Voelt zich in zijn sas. Laat de stenen maar komen. Hier is de Klerk. En Kirsch ook. Met vier voorlopig.
komt nog twee man naartoe. Vermeer schuift mee. Wat is die sterk, zeg? Ja, een ding, Venturini, denk ik. Wat is die sterk? Ook een rappe man. Gianni Vermeers. Waar zit de rest dan? Dan moeten de mannen van Hilaire gaan komen. Ja, maar die komen voorlopig niet. Daar zit de winnaar van vorig jaar. Dat is Sénéchal. En hier zitten we achteraan. Breekt en scheurt langs alle kanten. Hier gaan we niet veel zien, natuurlijk. Daar voorbij. Ja, dan hallo. Dat straffe kost. Pak elkaar. Die verdween ergens in een hinterland door technische problemen. Dat is strafgereden. Dan houdt men daar toch maar beter de rekening mee met Kokar. Die de stuiven, werk gedaan, Kirsch afgezet. Aflossen met de hand. Kirsch die daar een zetje geeft. Gang zit er wel in. En die ene man is teruggewaaid. Ik denk dat we naar een beslissing aan het kijken zijn. Hier gaan vooraan gaan ze natuurlijk neerrijden, deze mannen van de Koning Quickstep. Vraag mij af of ze dat nog iets gaan proberen doen. Dat is uit gretigheid. Dat is de jonge gretigheid. Hier zit dus de Belgische kampioen, hier zit Stuyven. Teuns gaat nog eens proberen om een oversteek te maken. Ballerini aan dat wiel. Stuyven ook naar voren gekomen, maar dat is te ver. Dat wordt lastig. Merlier op de kant. Het gaat niet de wedstrijd van Merlier worden. Nee. Heeft zich een beetje laten verrassen. Of misschien blijkt straks wel dat de benen gewoon niet goed genoeg zijn. Naar het einde toe. Ja, inderdaad. Er zit er nog eentje bij. En de Kokkaars en Hofstetters. En Tamino. Voor Bingo Wallonie-Bruxelles. Ja, we hebben daar een tijdje achteraan zien zitten, maar hij is nu wel mee. Hij is wel vooraan. Kokar zouden we bijna durven zeggen, die heeft al zoveel energie verspeeld onderweg, om denken we dan toch? Of heeft, hij gewoon, meer. Of heeft hij gewoon 100 kilometer tussen de auto's gereden? In ieder geval, hij is terug. We gaan richting die klim op de weg. Het is een soort vals platklim, waar de Gran Premio de la Montagna wacht. Bovenaan de Côte du Calvaire. Tamino daar. Ja, wind in de rug. Ja. En een... recht toe, recht aan. En daar zijn ze geen zachter. Het is de dag van nooit afschrijven. Natuurlijk, ja. Daar zijn ze. Hoe ze zijn ver is dat? Niet, natuurlijk. Nee. Het is wel een heerlijk vergezicht, dit. Kijk eens, die draaiende, kronkelende weg. Er even rond. En dan... in de verte het landschap ontwaren. Dat is nog een eind. Er zit wel nog gang in. Er zit wel nog gang in. Kan nog altijd. 20 kilometer. Dan kan het nog altijd. Op de kam. Mannen van Sport Vlaanderen gaan nog een poging doen. We zitten vooraan. De Gent met het Sénéchal. Ja, en de mannen daar achteraan daar is van de streep. Israël Cycling, die waren daar. Dus rekent hij. Hij rekent zich rijk op dit moment. Dekker. Goed, gewonnen in Zwolle. Had hij een beetje wat zijn paal weg heeft. Ja, in de winning mood. Voilà. Kunnen ze nog allemaal worden richting de laatste strook? Ja, nu. Met Kirsch en dan Tim de Klerk. Naar links.
Die zou nog wel eens een gaatje kunnen laten vallen, Tim de Klerk. Ah, dat is een vernuftig manoeuvre. Dat is de geest van de kouwer die naar boven komt. Afscheid van. Kokkaar. Ja, toch te veel gegeven. Ja, dan toch, hè. Ja. Logisch. Ja. Gewerkt. Dat gaan we straks in de sprint ook nog krijgen, hè. Van mannen waarvan je denkt... Zijn de Schal is alleen weg. Nee. Van kop af, ja, kijken. Kees gaat doorrijden. Kees gaat doorrijden. Ook al wordt hij vierde, hij gaat doorrijden. Nizzolo, de snelle man. Heeft hij nog voldoende benen? Hè? Want in zo'n sprint, een zware sprint, richting aankomstlijn, lichtjes bergop, zou de, misschien wel de frisste kunnen winnen. De man met de meeste power nog. Op reserve. Hè? Het is nog niet vol. Het is nog niet vol. En dus is. De achtervolgende groep ook niet ver weg. Maar ook daar heeft men dan weer niet vol, want niemand wil de kastanjes voor een ander uit het vuur halen. Geen ploegmakers meer. Hè? Er is geen tweede man. Er is geen tweede man. Hè? In deze fase van de strijd hinkt iedereen. Mocht hij nu nog een van de Quickstep-mannen of van de Koning-mannen zitten, een met een twee, ja, dan moest er altijd iemand rijden, maar ze hebben een man vooraan. Dus de juiste move. Gianni Vermeers die hier een beetje Tamigno probeert uit zijn. Wat hogere regionen te klimmen. Vooral omkijken. Heeft Nizzolo hier ooit al in het recentere verleden een korte prijs gereden? Nee. Het niet. Zijn ze. Daar gaat Vermeers mee zijn. Daar zijn ze. En dan denkt Kirsch, nu moet ik wel echt weg. Het wordt te heet onder mijn voeten. Alles of niks nu, ridder of mis. Kirsch met de nodige risico's. Ja, dat is van ver. Van goot naar goot. Ja, ze zitten allemaal op een gaatje. Hè. Nizzolo zit op een gaatje bij Seneschal. Seneschal zit nog altijd niet in het spoor van Kirsch. Tamigno zit in de problemen. Nee. Die gaan we niet moeten opschrijven. De Klerk aan de rekker. Seneschal aan het wiel van Kirsch. Is daarmee alles gespeeld voor Kirsch? Daar gaat Fantorini. Niet. Dekker in tweede positie. En wie nu? Vermeer schuift mee. Vijfde positie. José, ik kan het nog altijd niet zeggen. Nee, de Gent gaat moeten zorgen dat hem in het spoor zit, maar dat gaat je niet laten vallen. En zit Seneschal wat te ver nu? Nee, het valt stil, dan kan je wel weer naar voren. Nizzolo aan het wiel van Seneschal. Vermeer zijn vierde positie. Sprint je halfberg op dus. Het kan verrassend worden. Dekker, gewonnen dit weekend, de Gent. Ja. Vorig jaar tweede.
Hofstetter is daar ook, Vermeers. Het wordt de sprint van hij die nog het meeste over heeft. En wie wordt dat dan? De Gent over Dekker? Gaat die Dekker overroelen? Hier komt Hofstetter, Hugo Hofstetter, Hugo Hofstetter. Is hij het dan? Ja. Hij is het voor de Gent, alweer tweede. Ja. Ja. Een grote flits. Ik. Ja. En ook het verhaal van... Het kan hier alle kanten uit. Iedereen in die kopgroep kon deze wedstrijd nog winnen. Ja, ja. Hugo Hofstetter. Sprint de gezond, ook nog redelijk dicht. Is een goede doen. Zesde. En daar komen tranen aan te pas. En dan... ik kan niet van iedereen op de hoogte zijn, maar dan weet je dat daar ergens een verhaal achter zit. Is dat miserie gekend? Is dat iets persoonlijk? Is dat blessureleed? Dat kan van alles ja, zijn. Ja, kijk, dit is mooi. Hè. Dat wil toch zeggen dat...